Leuk hier. Zo, en dan nog één avond is het ingestokt. Ja, zoals je daar kunt zien. Ja. Kijk hoe mooi, het is wel echt heel bijzonder. Great Ocean Road aan het rijden. Ik zit achter het stuur. En we moeten ondertussen nog even een camping zoeken. Het is wel heel mooi zo. Hey jongens! Hey jongens! Dat is leuk hier. In dit gebied zijn schijnbaar koalas, dus daar gaan we nu naar op zoek. We zijn nu net een stukje gaan lopen, maar konden ze nergens vinden. Dus we gaan nu ook met de auto even hier zo omhoog. Dat is wel een super mooi uitzicht. In the meantime. Kijk, Maya. We hebben hem gevonden. Daar zit hij. Je ziet hem niet zo goed door het tegenlicht. Jongens. Daar zit hij! Nog één! Nee! Holy shit! Kijk hoe cool! Het lijkt wel pitten. Ik zie hem vanuit hier best goed. Kan ik mijn telefoon zijn? We hebben de koalas. Dat was dus echt fantastisch, hè? Oh, dat was zo bijzonder om te zien. We zijn dus met de auto daarin gereden, in dat bos. En iedereen haakt normaal volgens mij af, want we zijn op dat laatste moment zijn we niemand meer tegengekomen. En wij dachten, oké, we rijden met door een safari. Dat is gewoon leuk om te doen, om een beetje te kijken. En toen hing die daar opeens boven de weg, er zo dichtbij ook. Dat was zo bijzonder om te zien. Echt super mooi. En nu zijn we dus weer gedoucht. We hebben lekker een dagje op het strand gezeten, mijn camera is uitgevallen, dus heb ik nu meegenomen. En moet je even kijken hoe mooi dit is. Nice. Dus we gaan nu lekker wat eten. En een biertje drinken zoals gewoon leuk. Of een wijntje. Moet het mij even zien. Maar we hebben het super fijn hier. Wat ga jij bestellen? Ik heb gekookt. Het is een award-winning gelato show. Hey boys! Hallo! Jongens. Day 2 of the Great Ocean Road. We gaan nu naar het National Park.
gaan we nog een hike doen en daarna gaan we richting de 12 Apostles. En dan een stuk verder door gaan we weer kamperen. Dat is alweer het einde. We gaan weer mooie dingen zien vandaag. We gaan weer mooie dingen zien vandaag, jongens. Zijn jullie weer klaar voor? Ja! Maar het is één ding. We moeten natuurlijk wel uitkijken dat we deze reis wel gaan overleven, want a lot in Australia is aan het rijden. Nee, dat komt helemaal goed hoor. Zien jullie zo. Be right back. Jongens, ik vind het $5 aan mijn broek. Heb je deze gaan kopen daar? Ja, gaan we dat alleen maar dat doen. Gaan we dat doen? Ah, dit is het. Nou. 1, 2, 3, 4, 5. Het is maar een 800 meter walk. Maar het schijnt wel heel mooi te zijn met allemaal bomen met... Hoe noem je dat? Hele grote bomen. Hele grote bomen. Kijk, met opening erin. Ja, dit is wel echt vet. Oh, dat is wel vet, ja. Rainforest. Van de 12 Apostles aangekomen. Lekker toeristisch hier. Ik ga even kijken nemen, ik ben al benieuwd. Heel mooi. Kijk hoe mooi. Het is wel echt heel bijzonder om zo te zien. Vinden jullie het mooi? Zeker. Oh.
plek. En omdat wij dus vrije tijd zijn vertrokken, hadden we vanaf halve week in de Great Ocean Road. En het is hier niet super vol met mensen. Wat het normaal wel is. Echt heel mooi. Eén avond is het ingestort. Ja, zoals je daar kunt zien. Is het ingestort. Er waren twee mensen aan die kant. En die werden uren later gered met een helikopter. We hebben de brug weer. Het is all good. Het is allemaal goed. Allemaal gemaakt. Allemaal gemaakt. Wat zei je, tour guide? Hallo. We zijn nu bij, hoe heet het, Islands of Base? Base of Island. En Wouter dacht dat je hier kon gaan zwemmen aan het strandje. Dus wij zijn de enige. Ik heb het tijdschrift meegenomen. En de jongens hebben alle twee lopen ze hier met een handdoekje. Terwijl het gewoon een super hoge klif is. Ik weet niet of je nog goed kan zien. Nee, daar kan je dus echt niet zwemmen. Dat slaat echt heel nergens op. Echt erg. Gewoon een super clip. We zitten hier bij een super leuke campingspot. Maar Pierre en Wouter zijn dus nu zorgen om zo laag mogelijk over mij te frisbeeën. Ah, man. Oh, het is hier wel heel leuk. Even normaal. Come on, man. Ga even daar staan. Pierre, kijk hier. And this is our beautiful camp spot. Met de decoration. Beautiful. En we gaan nu even naar het strand. Ligt hier maar op 5 minuten lopen en het schijnt ook super mooi te zijn. Oh, het was zo'n mooie dag vandaag. Kijk, hier is onze campspot. Gezellig, hè? Later, dit is mooi met die lichtjes.